Ik kwam binnen in het huis in Jaarsveld en wat ik daar aantrof was eigenlijk echt een donker huis. Het heeft een hele rechthoekige vorm, dus dat is qua indelen soms best lastig omdat alles gewoon de hele tijd in het zicht is. Het was gewoon eigenlijk nodig toe aan een makeover. Arnoud houdt van vintage, ruwe materialen, industrieel en die wilde heel graag een hele felle kleur als eyecatcher. Nou, Heliette zag dat helemaal niet zitten, want die houdt van landelijk, brokante, pastelkleuren, wit, lila. Dus dat was een hele uitdaging om daar een goede mix van te maken. Ik ben eigenlijk begonnen met het opnieuw indelen van de ruimte. Het is een rechthoekige vorm, dit huis. En ik wilde eigenlijk daar toch ook weer mijn aparte hoekjes gaan maken. Voor de zithoek heb ik gekozen om een cognackleurige leren bank te plaatsen. Dat was eigenlijk zijn wens. Haar ben ik ook tegemoet gekomen omdat het wel een plofbank is. Ze had een mooie, lekkere, diepe zit, dus je kon er heerlijk in zitten. Ik heb kleine bijzettafels gebruikt, een beetje een mix van witte tafeltjes in verschillende hoogtes. Een mooi zacht kleed, het was een wollen kleed met een mix aan pasteltinten, dus ook heel erg wat zij fijn vindt. Ik heb een cocktailfauteuil gebruikt. Het voordeel van zo'n laag stoeltje is dat je er makkelijk overheen kan kijken, want achter dat stoeltje heb ik een hele mooie brokante bordeauxrode kast geplaatst. En daar heb ik de televisie ingezet. Dus je kan mooi vanaf de bank over het stoeltje heen televisie kijken. Het moodboard van Heliette straalde echt op en top uit haar diepe verlangen om toch eigenlijk weer een stukje Frankrijk in huis te halen. Ik vind op vakantie gaan in Frankrijk echt heerlijk. Je rijdt zeg maar door die prachtige oude dorpjes heen, waar je die wanden bekleed ziet met oud pleisterwerk, stukken afgebrokkeld, vaak een beetje in pasteltinten. Dus toen ik te horen kreeg dat ik voor Arnoud en Heliette de makeover mocht gaan doen, dacht ik, nou, daar moet ik naar op zoek, naar een passend behang wat daarop lijkt. En die heb ik gevonden. En het goede daaraan is dat hij ook een lichtroze kleur heeft, dus hij paste perfect in mijn plan. Onder de trap heb ik ervoor gekozen om een laag dressoir te plaatsen. Dat geeft opbergruimte, maar aan de andere kant ook plek voor de kinderen om lekker aan te kleuren of te knutselen. Dat was een heel gezellig knushoekje. En onder de trap, dat is altijd een ruimte die vaak onbenut blijft, wat heel zonde is, heb ik een mooie vlinderstoel neergezet. Een mooie leren vlinderstoel, waar je lekker gewoon even kunt gaan zitten, boekje lezen of lekker even loungen. Stel je hebt een hele rechthoekige ruimte, dan ben je snel geneigd om het midden van de ruimte te benutten om daar een tafel of iets neer te zetten. Dat zou je kunnen doen, is op zich niks mis mee, maar je zou er ook voor kunnen kiezen om de tafel juist meer tegen de wand aan te plaatsen, zodat je woonkamer veel ruimtelijker oogt omdat je in het midden eigenlijk niks hebt staan.